Goed, welkom. Ik heb 10 minuten, begrijp ik. En als u vragen heeft, dan moeten we dat buiten de deur doen. En ik heb ook niet meer nodig dan 10 minuten. Het verhaaltje in het rapport is geschreven door Wim Didderen en mij. Wim Didderen laat zich verontschuldigen, kon er niet zijn. En ik doe dus de presentatie. Ik doe de presentatie iets anders dan... Het komt overeen met wat natuurlijk in het verhaal staat, maar ik vlieg het op een iets andere manier aan. 2 constateringen en een paar stellingen. De constatering is, de eerste is dat als je kijkt naar wat er rond Open Educational Resources gebeurt, dan is dat vooral een hobby van het formele hoger onderwijs. Dat wil zeggen universiteiten zoals we die kennen en scholen. Niet alleen in Nederland, wereldwijd is dat zo. Die beweging wordt heel erg gedragen vanuit universiteiten. Wat mij betreft zijn Open Educational Resources eigenlijk een voortzetting van iets wat ongeveer 10 jaar geleden Learning Objects heette. Ik weet niet of u dat nog kent, maar de idee van je onderwijs opknippen in hapklare brokken, die je dan kunt arrangeren op allerlei manieren. En in de tijd was dat aspect van open nog niet zo belangrijk bij leerobjecten, maar dat geldt natuurlijk wel voor Open Educational Resources. Daarmee heb je natuurlijk nog geen onderwijs, overigens. Maar het wordt heel erg gedragen vanuit het formele onderwijs. Maar als je kijkt naar, ja, daar heb je ze weer, de MOOCs, en je kijkt bijvoorbeeld ook naar een fenomeen als Wikipedia. Er is meer bewijsmateriaal wat je daarvan kunt aandragen. Dan zie je eigenlijk dat dat soort resources heel erg veel in het informele onderwijs gebruikt wordt. En daarmee bedoel ik onderwijs wat niet institutioneel ingebed is, maar waar mensen zelf initiatieven voor nemen. En ja, u doet dat natuurlijk, of laat ik het maar zeggen, wij als kenniswerkers doen dat natuurlijk allemaal. En alle kenniswerkers doen dat. Als je iets wilt weten, dan ga je in eerste instantie naar Wikipedia. Om eens te kijken wat iemand daarover geschreven heeft. Of je gaat gewoon googlen. En hoe langer hoe meer zie je dat tegenwoordig ook mensen gebruik gaan maken van die MOOCs. En er zijn wat getallen bekend over wat voor soort studenten nou of lerenden, laat ik het algemene noemen, zich in MOOCs manifesteren. En dan blijkt dat heel veel levenslang lerenden zijn. Dus mensen zoals wij die het interessant vinden om zich in iets nieuws te verdieven, om de laatste stand te weten op het gebied van, nou, noem maar wat. Vanochtend noemde... Ik weet niet meer wie dat zei, even dat er een MOOC was waar een docent er de brui aan had gegeven. Ja, de achterliggende reden daarvan was dat hij verwachtte dat hij kon doceren of dat hij zijn materiaal kon aanbieden op de manier waarop hij dat gewoon was aan de universiteit te doen. Maar het vervelende was dat zijn studenten in die MOOC voor een groot deel bestonden uit collega's. En die zeiden van ja, het ging over economie. De manier waarop jij economie hier behandelt, dat is wel heel erg ouderwets. Volgens mij moet je dat meer zo doen. En na een aantal van die discussies dacht hij van het is mooi geweest, maar hier heb ik geen zin in. Dat was de reden. En ik vertel dat omdat het zo aardig is dat je dus een heel ander soort publiek krijgt. En dat je, als je over MOOCs denkt, ook niet moet denken in termen van gewoon universitair onderwijs. Levenslang lerende, dat is de grootste doelgroep daarvan. Of de grootste gebruikersgroep daarvan. Oké. En dus, dat is dan mijn eerste stelling. Er liggen grote kansen voor OER's als het gaat om een blending van formeel en informeel leren. Als we over blended learning of hybrid learning praten, dan hebben we het altijd over het mengen van online en offline. En dat is weer heel erg gedacht vanuit de traditionele, zeg maar, universiteitsgedachte van, nou ja, als we ze dan niet in die collegezalen meer allemaal kunnen krijgen, weet je wat, dan mogen ze thuis doen, maar dan gaan we een soort werkcolleges doen. Dan heb ik ze toch weer allemaal bij elkaar. Dat is geen slechte gedachte. Ik doe er wat badinerend over. Dat is natuurlijk geen slechte gedachte. Maar je moet, denk ik, als je over Open Educational Resources nadenkt, ook denken aan andere kansen die er liggen. En ik denk dat een blending van formeel en informeel een heel interessante, maar ook een veel lastigere is. Want je moet natuurlijk op het moment dat je dat doet, het idee van een heel strak curriculum moet je loslaten. Als je denkt in termen van levenslang lerenden, die hebben allemaal hun eigen leeragenda. Die vast wel voor een belangrijk deel overlappen, maar niet volledig. Dus het is een geweldige uitdaging voor universiteiten om ook in de behoeften van die mensen te voorzien. En ik denk niet alleen dat er kansen liggen, maar ook dat dat moet als in een kennismaatschappij waarin die vervelende term half-life of de halfwaardetijd van kennis viel vanochtend ook. Ik snap wel, ik vind het een vervelende term omdat je kennis dan ziet als van die ja, tastbare dingen bijna. En dat is natuurlijk niet zo. Kennis is iets sociaals. Maar goed, de gedachte dat kennis snel veroudert, die klopt natuurlijk wel. En dat betekent dat we moeten blijven leren. En dat betekent, wat mij betreft ook, dat universiteiten daar hun rol in moeten nemen. En dan zul je naar een blending van formeel en informeel moeten. En OER's zijn een ontzettend goed middel om daar gestalte aan te geven. Want anders, dat geeft de vereiste flexibiliteit. Oké. Een tweede stelling is dat als je dan die veelheid aan open educational resources hebt die er nu al ligt, hoe vind je daar je weg dan in? Nou, er staat een artikel in het trendrapport van José Janssen, een collega van mij, die praat over leerpaden. Dat is een weg die je daarin kunt volgen, waarbij je dus schakelt van het ene object naar het andere. Ik zeg object, want dat was een ideaal wat in de tijd van leerobjecten ook al genoemd werd. Maar tegenwoordig zijn er denk ik ook andere mogelijkheden. En dat is de hele beweging van content curation, waarbij mensen interessante bronnen bij elkaar zoeken die over een bepaald onderwerp gaan. Ik ben bijna een jaar geleden begonnen dat soort bronnen. 1 minuut, hoor ik. Kan nog net. Bronnen te verzamelen op het gebied van leren in sociale netwerken. Wat al heel snel uitmondde in leren met MOOCs. En tot mijn eigen verbazing zie ik nu dat op die Scoop It site een collectie van scoops, artikelen, uitspraken, blogs enzovoorts ligt. Die, als je meer over MOOCs wilt weten, een ontzettend goed startpunt is. Met andere woorden, content curation is denk ik, moet je koppelen aan OER's om ervoor te zorgen dat mensen hun weg daarin kunnen vinden. En dan de laatste, heel belangrijk, OER's heeft een behoefte aan een sociale inbedding. Zowel aan de kant van mensen die open educational resources maken, bijvoorbeeld zoals dat in het Wikiwijs-project gebeurt, maar zeker ook aan de kant van mensen die gebruik maken van OER's. En daar ligt natuurlijk weer een schone taak voor universiteiten, die moeten leren ook buiten de grenzen van hun instelling te denken. Mensen in de wereld bijna. Als je denkt, ik moest denken aan de LinkedIn-SIG over OER's die er is. Dat is een goed model. Daar zie je dat mensen bij elkaar komen rond een bepaald topic. En ik denk dat dat de 3 dingen zijn waar we veel aandacht aan zullen moeten besteden als we het over OER hebben. Dus sociale inbedding. We moeten denken aan content curation. En wat was de eerste ook alweer? Oh ja, blending van formeel en informeel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Oké, dat is wat ik u wilde vertellen. Ja, helaas, ik mag geen vragen beantwoorden. Dat gaan we buiten de deur doen. Ja?